Goedemorgen jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video slash laatste, een van de laatste video's van dit jaar van Canary World, ja. Yeah. Het jaar 2019 is bijna voorbij en ja, dit is nog niet de laatste video van mij dat ik ga maken. Er komt waarschijnlijk nog één of twee video's terug nog aan voor het nieuwe jaar alvast. In de vorige video, ja, ik wijs nu iets naar achteren, maar ik bedoel naar, ja, de vorige gaande video, daar heb ik verteld van dat ik binnenkort een serie ga starten. Dat komt volgend jaar. Dat is sowieso alvast een doel voor volgend jaar. En jullie vroegen al heel vaak af, waarom maak je niet meer video's van terwijl dat je op je bankstel zit? Nou, jullie kunnen het al zien. Mijn bankstel ligt vol. Zo'n beetje moet ik nog steeds opruimen. En ja. Ik ga trouwens waar mijn kerstboom staat, op het nachtkastje daar zo, ga ik wat plaatsen volgend jaar. Want dit jaar ga ik het niet doen, want ja, daar heb ik geen tijd meer voor. Ja, jullie kunnen het al zien, mijn bed ligt ook vol. Mijn nachtkastje ligt nog vol. Mijn kerstboom staat er ook nog steeds. Ga ik volgend jaar 6 januari opruimen. Dan over mijn bureau. Ik was een afgelopen weken al aan het legen, want ik ga vanaf volgend jaar, als die echt helemaal volledig leeg is, ga ik een computer plaatsen. Ja. Oh ja, en ik hoor ook heel veel comments van Carol. Wanneer ga je weer namelijk iets met je muziek doen? Nou, dat ben ik nog steeds ondertussen aan het doen. Ja. Ik heb zo straks voor de opnames eventjes wat video's zitten kijken van ook die cola fles. Maar ja. Oh ja. Mijn game hoek. Waar ik nog steeds ja, trots op ben. Oh ja. En ik heb trouwens sleeves gehaald. Dat jullie al kunnen zien. Heb ik uit Duitsland gehaald. Het is geen reclame voor Konami. Want ze sponsoren me niet. En ik heb het bij een Duitse game een zaak gehaald. Oh ja. De Starbucks. Altijd lekker. Maar dan moeten ze je naam niet verkeerd schrijven. En dat hebben ze wel bij mij gedaan. Daar hebben ze namelijk als benaming voor mij neergezet. Dan Dylan. Wauw. Terwijl dat ik Jan Willem eigenlijk in het echt heet. Buiten de opnames of heet ik eigenlijk Jan Willem. Maar jullie mogen me gewoon Canaros noemen. En ik kwam laatst ook een houten hamer tegen. Die ik zelf heb gemaakt. En nee, dat is niet voor als giveaway. Want die ga ik niet als giveaway wegdoen. Want daar heb ik gehecht aan. Letterlijk. Die heb ik binnen 3 à 4 uurtjes zitten maken. Bijna een heel werkdag. Ja, ik doe ook buiten de opnames, als je trouwens nieuw bent voor deze kanaal, doe ik ook nog ander soort werk. Want ja, ik ben niet zoals Dunk, Harre, Chromatech. Ja, ik zeg hun namen wel eventjes gewoon zo als voorbeeld. Niet dat ik hun echt ken. Dat zou wel cool zijn, maar ja. Ik ben niet zoals hun alle dagen aan het opnemen voor hun YouTube kanaal. En als je trouwens nog niet geabonneerd bent, doe even snel abonneren op mijn YouTube kanaal. En doe trouwens ook een dikke vette like op mijn video. Op deze en op de andere video's als je dat niet hebt gedaan en je hebt het al zitten volgen. De nieuwe serie wat ik
volgend jaar wil gaan starten. Die serie moet ik nog een beetje bedenken hoe die gaat heten en waar het over gaat. En zo, ja. Oh ja, en ik ga trouwens met oud en nieuw ga ik ook een beetje vloggen van hoe ik namelijk bij mijn vader naar binnen toe ga. Niet dat ik de privacy van mijn vader wil gaan schenden, maar alvast, dan gaan jullie alvast een beetje weten waar, in wat voor soort gebouw hij woont en rondom het gebouw een beetje vloggen. En dat al sommige van jullie misschien al wisten, ik werk bij McDonald's en daar had ik deze koffer bij gekregen. En ja, als dit toch de laatste video zou zijn, dat waarschijnlijk toch niet zou worden, dan wil ik voor sommigen die mijn video's niet meer gaan zien voor dit jaar, voor de rest, ofwel wens ik jullie alvast een hele fijne oud en nieuw en een leuke jaarwisseling. En dan zou ik zeggen, peace out.